Engeland. Dan belanden we nu bij Turkije. En dat is de groep Nebjo, als ik het goed uitspreek. Of liever, het is een zanger alleen, omringd door een groep, zo is het. 33 jaar is hij en al zit er 17 jaar erg in zijn land naar het schijnt. Hij speelde ook trouwens een rol in de Turkse versie van de musical Hair. Zeer populair en zeer geapprecieerd in zijn land werd hij gekozen om Turkije te vertegenwoordigen in verschillende festivals. Zoals dat van Sopot bijvoorbeeld, het muziekfestival van Polen, waar hij de tweede prijs behaalde. En de Gouden Orfeus in Bulgarije, dat was in 78, Sopot 76. Ook de tweede prijs daar. Verder deed hij ook nog mee aan het popmuziekfestival in Seoul in Korea in mei 1980. De auteur en compositeur van het nummer is Olcayto Ahmet Tuzus, licentiaat in de politieke wetenschappen tussen haakjes. En de orkestleider is Garo Mafian, die lesgeeft aan het Conservatorium van Istanbul. Peşimden koşanlar, nerede hani? Kalbini açanlar, nerede hani? Aşkımla coşanlar, nerede hani? Hani yüzüme gülenler, nerede hani? Sevgilim diyenler, nerede hani? Beni bekleyenler, nerede hani? Hani. Konuşulmuyor hiç kimseyle. Sen bir şeyler söylersin kendince, uzaklaşır sessizce. Hey! Görmüştüm seni bir yerde hani, girmiştin yeni bir yerde hani, çekmiştin aşkıma yerde hani. Uzaklaşıp gitmiştin, seni de çok sevmiştim. Hani, hey, hani. Sen bu işin sırrını bilmezsin, kolay mı zannedersin? Kullanmazsan birkaç tatlı sözcük kalplere. Nee, John, met...